ben Karin van Koken met Karin. En vandaag gaan we koken zonder pakjes en zakjes. Nou, wat gaan we maken? Pesto. En pesto maak je van verse basilicum. Wat gaat er nog meer in? Pijnboompitten, parmezaanse kaas en olijfolie. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste ingrediënten. En je hebt een flinke bos of een goede plant basilicum nodig. Die kleine bakjes uit de supermarkt met maar 3 takjes erin, dat schiet echt niet op. Wat doe je? Je hebt alleen de blaadjes nodig. Dus je plukt het plantje helemaal kaal. En als je geen keukenmachine hebt, het kan ook in een blender en zelfs met een staafmixer. Als ik zeg kaal plukken, bedoel ik ook echt kaal plukken. Ook als je trouwens nog een half potje basilicum over hebt, een beetje zo'n treurig bosje, gewoon, hup, een klein beetje pesto van maken. Kan altijd. Die gaan we even fijn malen in de machine. Zodat ze even een beetje slinken. Wat gaat er nog meer in? Pijnboompitten en wat parmezaanse kaas. Gewoon een stukje wat je even een beetje in brokjes breekt. Dan hoeft die machine niet zo hard te werken. Je mag het ook helemaal raspen, maar dat is eigenlijk niet nodig. Als je het lekker vindt, kun je ook nog een teentje knoflook erin doen. Ook hiervoor geldt gewoon even in een paar kleine stukjes. Nu kan er nog een beetje peper of zout bij. Zout, niet te veel. Kaas is ook zout. En dan gaan we weer malen. Nu moet de olijfolie bij om het smeuïg te maken. Ik reken ongeveer 1 deciliter, maar ga dat nou niet van tevoren afmeten, want het kan per keer een beetje verschillen. Het makkelijkste is om gewoon dit eruit te halen, machine aan te zetten en dan net zoveel erbij te gieten tot het een mooie consistentie heeft. Keukenmachines altijd de onhebbelijke gewoonte dat ze alles aan de zijkant stoppen. Dan haal je met een spatel even alles even los. En dan doe je hem nog even. Een flinke eetlepel hiervan is heerlijk gewoon door de pasta. Maar als je hem wil bewaren, doe je hem in een glazen potje. Je kunt dit het beste bewaren door er een scheutje olijfolie op te gieten. Dekseltje dicht en dan kun je hem in de koelkast wekenlang bewaren. Elke keer als je er wat uitgeschept hebt, met een schoon lepeltje weer even glad strijken. Vers beetje olijfolie erop. Nou, kind kan er was niet. Dit recept van pesto staat met nog veel meer andere recepten in het boek Koken met Karin zonder pakjes en zakjes.